Ben je wel blij dat je weer mag spelen? Ja, heerlijk. Hoe is dat? Ja, dat is heerlijk. Het is eindelijk weer. En de Romeinen zijn voor ons een soort kind wat we al 14 jaar met ons mee slepen. Er is weer ritme in de dagen en we zijn weer moe en we weten weer waarom we moe zijn. En het is, ik denk dat, ja, ik heb zelf iets dat ik dacht, oh ja, zo lekker vind ik spelen. Alsof ik het, dat je er niet meer bij stilstaat. En nu is het weer zo, oh. Het theater is eenheid van plaats, eenheid van tijd. Dus die eenheid van plaats bestaat niet meer. We zitten niet meer in dezelfde ruimte. Maar je bent je wel ontzettend bewust dat ze er zijn. Ergens zijn ze er en op dit moment zitten ze te kijken. Als ik op dit moment onderuit ga, op mijn bek, dan zien en meer mensen dan het aantal mensen wat in de zaal past, zullen mij dan onderuit zien gaan. Dus je bent je op een andere manier, maar heel bewust van een publiek dat er is. Goed bestraft. Zoals we jongens straffen die al heel wat kennis hebben, maar hun gezond verstand verzacheren voor domme lol. 8 jaar geleden, zoiets rond de verkiezing Trump, waren we in New York of zo. En vlak daarvoor waren we in Londen en toen hadden wij allemaal zoiets van, ja jongens, maar is dit niet een beetje gepasseerd station? In het begin, in 2007, toen we het maakten, toen hadden we een computercorner waar mensen hun mail konden ophalen, herinner ik me nog. Nou, dat is door de jaren heen, is dat een oplaadpunt voor je iPhone geworden. Dus toen dachten we, nou, dit is toch niet meer. En toen speelden we het in Londen en in New York en toen hadden we zoiets van, nou ja, dit is gewoon nog net zo actueel. En er liggen andere, je haalt er andere dingen uit. Ik bedoel, de bestorming van het Capitool nu. Ik denk, oké, dan gaan we weer. We hebben net een Trump achter de rug. Ja, je kan het zo weer linken aan die voorstelling. Dat is iets tussen tv en theater in. Het is gemaakt voor theater. En je gebruikt de camera om theater op het scherm te brengen. Maar het blijft theater. En ook de werking van theater. Ook de codes die ook bij elke voorstelling anders zijn. Aan het begin van een voorstelling aan het publiek probeert mee te geven. Van hoe moet je kijken? Wat wil de regisseur? Waar ga je naartoe? Dat je die blijkbaar ook kunt doorgeven via de camera. En dat mensen daar ook naar kijken met het bewustzijn van het is theater. Wat je heel vaak hoorde bij de Romeinen was dat mensen zeiden, op een gegeven moment geef je je over aan de lengte. En denk je, tja, het mag nog 4 uur duren, het mag nog 6 uur duren. En ga je zo mee, dat nu ook gebeurt. En ik denk dat zou kunnen, omdat we ook, we binge-watchen het zo graag. Dus dat we denken, oké, en nu komt er 20 minuten pauze, eventjes iets eten. En nu hebben we, dat wordt ook gezegd tijdens, want wij moeten ook changeren. Moeten dingen het decor moet af en toe een beetje wijzigen. En dat mensen dan denken, oh ja, het gaat weer verder. En dat ze op dezelfde manier wij bij hen kunnen komen en zij bij ons.